En ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws, het gaat niemand in zijn eentje lukken om de langstuurboete van tafel te krijgen. Het goede nieuws, samen kan dat wel. Meer dan 10 jaar geleden lieten studenten zich massaal horen tegen de langstuurboete. En wat is er toen gebeurd? Hij werd met terugwerkende kracht afgeschaft. De politiek moet naar ons luisteren als we met z'n allen samenkomen. Toen lukt het ons en ook nu kunnen studenten, docenten, universiteiten en hogescholen een verenigde stem laten horen. Krijg de groeten met je boete. Allemaal, krijg de groeten. Krijg de groeten met je boete. Krijg de groeten met je boete. Vanuit de belevingswereld van studenten en mijn 3 studerende kinderen. Je reist een jaar lang dagelijks 2 uur heen en 2 uur terug naar je universiteit. Je hebt echt geen tijd meer voor jezelf. Je bent volstrekt overwerkt, helemaal zat. Maar dan vind je een kamer. Hoera! Tijd voor een normaal leven. Maar dan, vlak voor de verhuizing, zegt de verhuurder: ik wil geen studenten. De kamer gaat niet door. Je bent terug bij af. Je bent kapot. Dat was wel een christelijke wandeling.